Op de eerste dag van de Wereldruiterspelen wordt er in alle vroegte getraind door het Nederlands dressuurteam. We zijn nu een goede week hier en het is heel mooi terrein alles. En met het team is het heel erg leuk. Met mijn paard wisselt nog een beetje. Ik heb eigenlijk nog niet helemaal het gevoel wat ik eigenlijk graag zou willen hebben. Of tenminste, ja, ene dag wel en de andere dag nog niet helemaal. Dus ik hoop dat ik dat nog een beetje meer op de rit krijg voor maandag. En waar ligt dat dan precies aan? Ja, de eerste dagen was ze hier was ze eigenlijk heel fit en heel, heel erg onder de indruk, denk ik, van de grote terreinen met die rembaan en alles. En toen had ik eigenlijk echt mijn handen vol. En toen, ik heb me wel niet verleid om eigenlijk te veel te doen, omdat ze eigenlijk toch een beetje die vlucht en zo achter de rug hadden. En het begint nou, voor mijn gevoel was net de laatste twee dagen, ja, ik weet ook niet of ze dan toch een soort van terugslag of een soort van jetlag had of zo. Dat weet ik dan ook niet helemaal, maar de laatste twee dagen liep het in de training net niet helemaal zoals ik wilde. Hotel is, het eten is prima en de kamers zijn heel goed. Het is jammer dat we alleen een binnenzwembad hebben met een mooie weer, maar de Duitsers die zitten in een hotel naast ons, dus daar zijn we een paar keer naar binnen gesneakt en daar heb ik van het zwembad gelegen. Ja, want wat doe je eigenlijk in je vrije tijd? Gemiddeld ziet de laatste week, dan gaan we 's morgens naar stal en dan gaan we rijden. Maar ja, je hebt natuurlijk maar één paard, dus dan ben je... Na een uurtje ben je klaar. We hebben een paar keer, we zijn één middag, hebben zo'n volbloedveiling bezocht. En een stoeterij van, ik ben zijn naam even kwijt, maar een of andere sheik. Terwijl het paard van Endurance Amazone Carmen Reumer door de veterinaire keuring moest, spoedden de overige Nederlanders naar de Reding Arena, waar Ankie van Grunsven als eerste van de oranje equipe in actie mocht komen. Reding is met name in de USA een zeer grote sport. Ankie behaalde een score van 211 punten en vestigde daarmee een persoonlijk record. Dus als dit de voorbode is voor het succes wat nog te wachten staat, dan zit het wel goed. Toch, chef?